Lijst die werkt wel redelijk, alleen als we nu een item weggooien en we gaan weer terug naar verder winkelen, dan blijkt dat 0 hier nog te staan. Terwijl we hadden gewenst dat als dat leeg is, dat hij dan ook niet dat rondje, dat rode rondje toont, maar dat hij gewoon een lege winkelwagen laat zien. Verder werkt hij wel aardig, maar toch zit het in de opties nog niet zo helemaal zoals het moet zijn. We gaan naar onze winkelwagen terug. Ik pak eerst even ons hoofdscript. En daarna nog een keer op de bestelpagina gaan we nog een keertje kijken. Maar in ons hoofdscript daar zouden we moeten zeggen van nou, wat functies die moeten we eigenlijk een beetje verdelen. En we moeten dus eigenlijk het uitvoeren naar die winkelwagen in een aparte method stoppen. Dus we pakken hier method om de winkelwagen aantal bij te werken. Nou, dat gaan we dan ook doen. We hebben hier wordt hier namelijk bijgewerkt en dan daarbij gewerkt en wordt het nog een paar keer herhaald en dat wordt misschien al een klein beetje slordig. Dus dat gaan we nu dus met een aparte method toevoegen. We gaan ook hier een method uitvoeren schrijven. Uitvoeren. Function. En die gaan we dan dus eigenlijk zeggen van nou, we pakken dat element in de HTML in de DOM en die geven we het aantal items wat hier staat. Dus die haal ik hier weg. Alleen, ik zal hem hier nog even wegknippen. Het moet wel gebeuren als die items.length groter is dan 0. En als die 0 is, moet hij eigenlijk een lege HTML geven. Dus we zetten hier een if in. This.items.length, als die groter is dan 0, in dat geval retourneren wij, of schrijven wij in die DOM, schrijven we dat element, en zo niet, dan is het dus else. En dan schrijven we niet hetzelfde, maar dan schrijven we gewoon een lege string. Die kunnen we dan opslaan. Er gebeurt nog niet zoveel. We moeten natuurlijk ook hier vertellen dat hij dat moet uitvoeren. Dus we gaan hier die functie this.uitvoeren schrijven. En dat schrijven we natuurlijk ook op deze plek. Dat is de boekenshop bijgewerkt, hoop ik. We zien dat die ook hier nu 0 is, dus dan kijken we of we dat proces kunnen herhalen. We gaan hier naar deze item toe en we gooien hem in de vuilnisbak. We gaan terug naar verder winkelen en we zien dat die ook nu echt heel leeg is. Nou, die structuur van uitvoer en dat soort dingen, die kunnen we natuurlijk ook wel mooi gebruiken in onze andere sessie. Ik moet trouwens nog even één ding controleren, omdat ik hier zie dat die winkelwagen opgehaald wordt. En bij het toevoegen wordt die ook nog een keer items opgehaald. Kijken of dat tot problemen gaat leiden. We gaan het even testen. Dus we gaan hier naar onze winkelwagen toe. We voegen hier een item toe. En we voegen hier nog een item toe. En nog een item toe. En we zien hier dat er steeds het aantal items is. Dus dat zit in ieder geval wel netjes. We gaan nu naar onze bestelpagina toe. En dan gaan we die uitvoeren function ook toepassen. Dus ik kopieer deze uitvoeren functie. En ik ga naar de bestelpagina. En daar hebben we hier provider items, ook hier uitvoeren. Die zit ook hier zo in. En dan kunnen we die commando's eigenlijk, die uitvoeren wordt hier natuurlijk uitgevoerd. Hier zo, en bij het ophalen wordt die waarschijnlijk ook uitgevoerd. Dat hier nog niet, denk ik. Hier gaan we die nog eventjes hier zo nog opschrijven, uitvoeren. Dus die twee opmerkingen die we hebben geplaatst voor die winkelwagen hier,
die wil ik natuurlijk ook bij het uitvoeren van de bestelpagina toevoegen. Daar zit nu al het een en ander. En die zit hier. Zijn we hier klaar met het deel en gaan we hier de winkelwagen bijwerken. Winkelwagen, aantal, uitvoeren. Zo op deze manier. Kijken of die er zo werkt. Als deze hier aangeklikt is, zit dat in de uitvoerend functie. Dus daar wordt die in ieder geval ook uitgevoerd. Hier hebben we dit punt uitvoeren, wordt al dus hier opgehaald. De local storage wordt bijgewerkt. Verwijder item zit ook een ding, die wordt hier uitgevoerd. En we halen items op. En dan kan deze ook worden verwijderd. Want die zit al in uitvoeren. En ik weet niet of uitvoeren wordt aangeroepen. Ja, die wordt hier aangeroepen. Dus die loopt mee. We gaan kijken of dat ook zo is. We gaan nu hier kijken en we gaan naar onze winkelwagen. Hier zitten wel items in. Hij wordt hier dus nog niet toegevoegd. Hier is hij dus wel toegevoegd op dit moment. We gaan naar onze bestelling en daar zitten de items in. We kunnen ook hier eentje verwijderen. Dan gaan er nu twee weg. En dan komt waarschijnlijk omdat er dus twee in zitten. Het probleem moet ik nog even oplossen. We gaan weer even naar verder winkelen. Daar is die leeg. 1, 2 en 3. Boeken, 4 boeken. We gaan naar de winkelwagen en we gaan hier de boeken 1 voor 1 verwijderen. En we zien dus nog even een klein ander probleempje. En dat is als wij hier dus dezelfde boeken hebben. Dus we hebben hier bijvoorbeeld deze twee keer. En we gaan dan verwijderen. Dan zien we dus dat hier twee keer het ding staat. Als deze één keer wordt verwijderd, dan kan het zijn dat hij dus hem twee keer haalt. Maar ik zie het nu niet gebeuren. En dat gaat dus wel goed.